Yo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Als je naar buiten kijkt, zie je dat het lente is. En lente betekent dat alle dieren weer baby's gaan krijgen. En als je nou in het park loopt, of waar dan ook maar water is, dan heb je misschien wel gehoord dat kikkers aan het kwaken zijn. En dat is omdat ze aan het paren zijn. En kijk je dan in die sloot, aan de randen, kan je ook wel eens een keer kikkerdril zien. En vroeger vond ik dat superleuk, ging die kikkerdril uit de sloot halen in een glazen bak doen en dan ging ik kijken hoe dat werkte, hoe die evaluatie ging van eitjes naar visjes naar echte kikkers. En vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je dat helemaal zelf kan doen. Dus ben je benieuwd hoe dat werkt? Dan moet je blijven kijken. Wat hebben we allemaal nodig om die kikkerdril en die kikkervisjes zelf thuis te houden? We hebben nodig een vaas. Ik heb de planten van mijn moeder, of de bloemen van mijn moeder eruit gegooid. Zodat ik dit heb, kan je goed doorheen kijken, zodat je kan zien wat er allemaal binnen gebeurt. Vervolgens hebben we een ondergrondje nodig. Zand of stenen. Ik had geen zand in de tuin of stenen in de tuin, dus ik ben even snel naar het strand gegaan, dat is hiernaast, om wat zand eruit te scheppen. Een waterplantje uit het tuincentrum, maar je kan hem ook stiekem uit de sloot pikken, wat je zelf even wil. En een schepnet om de kikkerdril uit de sloot te scheppen. En natuurlijk het allerbelangrijkste, bijna vergeten, de kikkerdril zelf. Dus die gaan we nu halen. Laten we deze en deze nog even hier. Nemen we de kom en het schepnet mee. En dan gaan we op zoek toch. En als je dan zo in het park bent, dan moet je goed zoeken aan de zijkant van de sloot. Kijken, want soms verstoppen ze het heel goed. Er zijn altijd rijen in het park en andere beesten, vissen, en die gaan het proberen op te eten. Dus ze verstoppen het aan de zijkant onder de bladeren. Je moet goed kijken en zoeken. Daar is zo'n bolgelei met zwarte puntjes erin. En dan heb je kikkerdril gevonden. En kikkerdril zoeken, dat kan je doen van maart tot en met juni ongeveer. Dan leggen al die vrouwtjeskikkers de kikkerdril. Niet snel opgeven, want in iedere vijver zit wel kikkers. Dus als je het hier niet vindt, dan vind je het daar wel. Het zit er gewoon ergens. Wat is dat hier? Zo! Er ligt een hele hoop. Wauw! We zijn bij de plek waar al het kikkerdril is. Moet je even goed kijken. Er ligt echt enorm veel. Wauw, dit is niet van één kikker geweest. Hoor. Dit zijn echt veel moederkikkers die hier samen zijn gekomen om hier kikkers op te leggen. Dan gaan we natuurlijk niet alles meenemen, want er zijn natuurlijk meer kinderen. En de vijver die moet ook nog overhouden. We gaan een klein beetje pakken. En dan gaan we onze vaas vullen met water, want dat is belangrijk. We moeten de vaas vullen met slootwater en niet met normaal water, want dat is goed voor de kikkervisjes. En dan gaan we met het schepnet een klein klompje van het kikkerdril pakken. De bak zit hier neer. En dan gaan we nu het kikkerdril uitzoeken. En het is ook goed om dit te doen, want er zijn hier altijd rijvers. Ze eten heel veel van het kikkerdril en de kleine visjes op. Er zijn ook vissen die het opeten. Dus als we het zo doen, zorgen we dat er genoeg kikkers in de vijver blijven. En dan moet je goed uitkijken dat je er niet in mietert. En dan pak je zo. Kijk dit. Zo, dit is een mooi klompje. Klompje? Kikkerdril. En dat gaan we nu snel in onze vaas doen waar al water in zit. We hebben ons hompje met kikkerdril in de bak met slootwater. Die is best wel zwaar, dus uitkijken dat je hem niet laat vallen. Nu pakken we hem op. Er is nog genoeg kikkerdril over. Dat is ook belangrijk, je moet een beetje pakken. En nou zijn we klaar om te gaan. Naar huis. Je moet hier heel steady voor blijven lopen, want het gaat natuurlijk klotsen.
wil niet dat dit helemaal over je heen gaat. Oh shit. Als je dus even niet opleid gebeurt er dus niet. Niet eens mijn jas, is mijn broertjes jas. Die gaat er blij mee zijn. Kijk, die meerkoet heeft zijn hele nest gebouwd van... Er zit allemaal gras op zijn nest, moet je kijken. Ziet ernaar uit als een lekker nest. En gelukkig woon ik dichtbij. Als dit nog verder was, was het echt zwaar geweest. Oké, jongens, we zijn thuis. Ik heb de kikkerdril heel eventjes overgegoten in een ander bakje. Want we gaan de kom klaarmaken. We gaan beginnen met de ondergrond toevoegen, het zand. Goed lagen ze op de bodem, dan hebben ze een lekkere bodem. Als de kikkerdril uit is gekomen, dat ze een goede bodem hebben om een beetje op te lopen en op te zitten, en dat het lekker zacht is. Nou, dit lijkt me wel genoeg. Dan hebben we heel belangrijk het plantje. Want zodra die kikkerdril uit is gekomen, zijn het kikkervis. En kikkervisjes, nou, we zeggen het dan visjes, die hebben kieuwen en die ademen onder water. En onder water zitten hele kleine luchtbelletjes en die worden gemaakt door dit plantje en de zon. Dus dit plantje gaan we erin zetten. Nu maakt het nog niet zoveel uit, maar die gaat zorgen dat er straks goede zuurstof is in het water. En dan voegen we nu de kikkerdril toe. Nu hebben we de kikkerdril in ons bak, maar we hebben nu echt een huisdier. En een huisdier die moet je goed verzorgen. En goed verzorgen, dat begint met ze natuurlijk eten geven. Nou, nu bewegen ze nog niet zoveel. Het zijn nog hele kleine eitjes. Maar zodra ze uit zijn gekomen, moet je ze op een gegeven moment gaan voeden om echte kikkers ervan te maken. Snap je wel? En de eerste 3 dagen hoeven ze eigenlijk helemaal niet te voeden, want dan gaan ze namelijk dat dril opeten. En dan gaan ze daarmee aansterken. En dan eten ze dat helemaal op. Is er niks meer van over en dan kan je gaan voeren. En voeren, dat doe je met stukjes andijvie of paardenbloem. Maar je kan ook bijvoorbeeld als je een vissenkom hebt, een beetje vissenvoer erin tikken. Maar je moet niet te veel doen, want als je te veel doet, dan wordt die hele kom goor. En überhaupt is het goed om een paar dagen een beetje water eruit te scheppen en een beetje nieuw slootwater erin te doen. Want dan blijft het helemaal vers. Nou, het plantje gaat zorgen dat er genoeg zuurstof voor is. Jij gaat ervoor zorgen dat de kikkervisjes genoeg te eten hebben. En dan is nu noodzaak dat we het op een goede plek gaan zetten. En dat wilde ik jullie nog even vertellen. Het is dus helemaal niet zielig dat we dit doen, hè? Want kikkers zijn niet zoals wij, dat we kinderen krijgen, die baby's gaan verzorgen, dat we een band ermee krijgen. Nee, kikkers, dat zijn dieren die leven alleen. Die laten de eitjes en die zijn bij wijze van spreken binnen 5 minuten vergeten dat ze de eitjes hebben gelegd. Dus die gaan weg, die kijken er nooit meer naar om. Dus we hebben nu de kikkervisjes en de kikkerdril hebben we nu hier. De kikkermoeder, die mist ze niet. Wij zorgen ervoor dat ze niet door de visjes worden opgegeten en dreigen. En daar kunnen we ook nog eens een keer wat van leren, want we kunnen goed zien hoe het werkt. De kikkervisjes die gaan op een gegeven moment evolueren naar echte kikkers. En dat betekent dat het geen visje meer is, maar een echte kikker. Zij gaat niet meer onder water ademen, maar boven water. En die kieuwen gaan weg, hij gaat longen krijgen. En dat betekent dat er hier een steen of iets moet zijn waar ze boven water mee kunnen ademen. Dat is heel belangrijk, dat je op een gegeven moment een steen in doet of een stukje kurk. En dat die dan boven het water eruit kan om te kunnen ademen. Kikkers zijn beschermde diersoorten. Dus het is superleuk om kikkerdril te houden en ernaar te kijken. Maar zodra het eenmaal kikkertjes zijn en ze kunnen uit dat water op die steen, dan moeten we ze weer terug gaan zetten op de plek waar we ze vandaan halen. In het park. Oké, jongens en meisjes, ga vooral het park in. Ga ook de kikkerdril kijken. Ga kijken hoe het werkt. Ik vond het vroeger het allerleukste van het hele jaar om te doen. Dus doe het vooral en stuur me een fotootje van of het gelukt is. Hoe het met jou eruit ziet, met jouw bak. Ik ga jullie in elk geval updates geven over hoe het met mijn kikkervisjes gaat. Hoe ze groter worden. En ik hoop dat jullie dat ook met mij doen. Jongens, doe een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. En als de wielen weer hier beneden als jullie dat nog niet gedaan hebben. En dan zie ik jullie gewoon weer volgende keer. Later!